Mijn Gerse gast van vandaag is acteur, kinderboekenschrijver en muzikant Joris Luts. Een hele fijne vent met hele bijzondere verhalen. En we hebben afgesproken bij het huis waar hij ooit opgroeide in Hilversberg. Jorrie, sta de maand! Heb je hem geverfd? Hallo vriend. Ja, hij is geverfd. Hij ziet er goed uit, zeg. Ja, natuurlijk. Maar jij ziet er ook goed uit. Hey, ik ben ook geverfd. Hallo oude dibbers. Hey, alles hoe goed? Is het? Ja. Het stekelbaas. Wat is er voor plek? Nou, dit is mijn geboorteplek. Tenminste, die plek is mijn geboorteplek, maar dat huis dat staat er niet meer. Ik zie het, er staat niks meer. Het is totaal, totale metamorfose. Bijna een RTL4-programma. Ja. Want daar woonden wij. Links was alleen maar weiland. En daar woonden allemaal mensen zoals Tante Cor, Ome Piet, opaatje Dullemond, opaatje Sinteur, opoe Konijn, Nel en Aad. En de familie Kranenborg met die kinderen hadden wollen ondergoed. En er staat nu een Porsche. Grappig, totaal anders. Wat voor jeugd heb jij gehad? Dik tromjeugd. Ja, je... Onbezorgd? Echt, totaal onbezorgd. Ja, je maakt natuurlijk wel zorgen om pukkels en of je piemeltje lang genoeg is en zo. Dat is het keuze dat alle kinderen hebben. Yo, we hadden een heerlijk huis, tuin, lieve ouders die je met rust lieten. Leuke broers, leuke zussen. Ik was balverslaafd, net als jij. Dus ik was de hele dag of met tennisballetjes bezig, of ik was op het torpveldje. Ja? Altijd bezig? Altijd bezig. Hey, wanneer kwam bij jou de artiest hierboven? Nou, al heel jong vond ik muziek leuk. Stond ik met mijn tennisrekkertje op Status Quo te spelen. Maar al eerder leerde mijn moeder me een arm van een plaatspeler op een ja zuster nee zuster plaat zetten. Oh ja? Dus dan zong ik de hele dag mee, tot ik in slaap viel. Kom, Kees, het is maar tijdelijk. Laat ze de gang maar gaan. Ja. Hoe oud was je toen? Drie. Of nog geen eens drie kon ik dat. Echt waar? En dan zat ik die hoes, die leerde ik helemaal aan mijn hoofd. En daar had mijn vader dan ook een dingetje, dat al die platen, die had daar meegedaan, dat al die platen hadden we. En Jungle Book en zo, weet je, dat soort plaatjes. Ja. Leuk. Je had natuurlijk een beroemde vader toen al. Ja, wat merkte jij daar als kind van? Niet zo heel veel hoor. Pas later, toen hij op televisie was, met reclames of zo, of met zo'n serie Herenstraat, merkte je wat mensen dat zeiden. Maar er werd niet zoveel over gepraat. Het gaat nog niet zo goed, hè pa. En jij brak natuurlijk op piepjonge leeftijd door met Hadipa, daar keek heel Nederland naar. Ja, ja. Hoe was dat voor jou? Het klinkt heel stom, eigenlijk niet zo heel erg door. Omdat wij zaten in een klein clubje, we deden dat en dat was voor mij een soort van grapje ook. Ja, hoeveel mensen keken daarnaar? Nou, ik heb wel eens gehoord van Hans Leeswijk, de producent, dat we één keer meer dan goede tijden slechte tijden hadden. Hadden we 1 miljoen mensen, dat was wel bizar. Zo. Ja, je had 4 netten toen net. Hè. RTL begon in augustus en wij is in november. Dus dat was wel veel. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel raar, want jij hebt wel eens tegen mij gezegd, je begon op je hoogtepunt. Ja, nou ja, qua kijkers dan. Ja. Ja, maar dat vond ik ook, weet je hebt geen vergelijkings, maar ik ben blij dat ik ook in een serie gespeeld heb die niet liep. Dan leer je dat ook kennen. Ik heb bij Giet Wouwening wel eens een blauwe maandag rondgelopen meegeschreven aan die serie die ook niet liep. Dus dan leer je eigenlijk ook die kant kennen. En het heeft wel heel veel gebracht, want alle dingen die ik doe hebben daarmee te maken. Maar vond je het leuk om een BN'er te zijn opeens? Toen wel, maar het zegt me nu helemaal niets. Nee. Ik vond het wel grappig, want je komt ook mensen tegen die opeens... die ken ik ergens van. Dus, en die gaan dan met jou praten, zo, serieus. Oké, lachen joh. En nu nog steeds, ik sta bij de kassa bij Appie. En er is een onwijs leuk meisje met dreads. Ze zegt, oké, ik ben je Fadipa. Ik zeg, hoe nog weet steeds? Je dat? Ja, ik zeg, hoe weet je dat? Van tv. Ik zeg, ja, dat kan niet, ben je veel te jong voor. Nee, gisteren nog. En de moeder was aan het denken. Meneer, herhaalkanaal. Herhaalkanaal. Goed, hè? Waar gaan we nu naartoe? Naar de kloten? Nee, is nog te vroeg. Zullen we naar het Clara gaan? Dat is goed. Ja, naar het voormalige Clara. Kom op. Kom, Clara. Staat er ook niet meer. Oh, nee. Ook al waar jij naartoe wilt, dat staat er niet meer. Dan merk je dat je oud wordt. Je mag erin zitten. Ja.
de koning des zwingers in het grote apenland. En iedereen die zegt meteen wat een reuze muzikant. Oh, bom, bom, bom. Zo klinkt de grote kom. Hoi, hoi. Kan die rijden niet over. Hé, hey, Jort, ouwe Clara. Hier stond het. Hier stond het, hé. Hey. Ja, vertel. Waanzinnig. Nou ja, daar is Rodin, mijn zoon, geboren. En het is, hier zit Feyenoord Academy natuurlijk nu. Maar dat ziekenhuis was voor mij... Ik kwam daar nooit. En er werd een mannetje daar geboren. Dat was geweldig. Zo'n heel lelijk bijgebouwtje. Maar super. En ja, dat was gewoon geweldig. De game changer. Dan is in één keer je leven, ben je zelf niet meer het belangrijkste. Dus, en toen was het klaar. En toen bleven zij in het ziekenhuis. En toen zat ik daar om 11 uur 's avonds thuis. En dacht ik, hé, maar er is nu niemand. Ze ben in de binnentuin. Ja, mijn vader had een fles champagne. En ik hoopte dat de buren naar buiten kwamen. Iedereen sliep al. En met die fles een beetje opgezoopt. Hoe heeft Rodin jouw leven veranderd? Nou, ik denk, ik wou eigenlijk al vanaf mijn 14e kinderen. Dus totaal. Ja. Van mijn zus, die is 15 jaar ouder dan ik. Die is uit 1950. En die had twee hele leuke dochters. Dus dat paste ik altijd op. Toen dacht ik, dit wil ik ook wel. Maar ja, eerst de goede vinden natuurlijk. Hè. Dus nee, dat was... Ik kan al die foto's die ik met hem heb, dat kan ik alleen maar herinneren dat ik smaal van oor tot oor sta. Ja, en je bent al zo'n pretletter. Maar goed, jouw liefde voor kinderen is er natuurlijk nu ook uitgekomen. Want je treedt heel veel op voor kinderen. Je schrijft kinderboeken. Ik schrijf muziek voor kinderen. Mijn vriend Bram die schrijft de verhalen altijd, maar dan redigeren we met z'n allen. Maar ja, dat doe ik iets minder wel, maar nog steeds wel met veel liefde hoor. Altijd leuk. In heel Rotterdam en in bibliotheken, kinderopvang, scholen. Het is altijd gezellig, joh. En waar komt die liefde van jou voor kinderen dan vandaan? Geen idee. Mijn vader had dat ook. Die vond het ook altijd leuk. En ik heb altijd leuk contact met kinderen ook. Dus dan zit nooit een filter in of zo. Maar is het zo dat je zelf misschien ook nog een beetje een kind bent? Herken ik, ja. Hè? Ja, ja. Zeker. Nee, ik hou ook van bij je kern zitten. Om het maar even op een yoga-term te zeggen. Nee, het is wel zo. Ja, je hebt toch ook niks op te houden van... ik heb een groot bedrijf of zo. Het zit me niets. Nee, ik hou van menselijk contact. En dat is met kinderen eigenlijk ook. Als je kinderen serieus neemt, dan heb je een heel leuk contact. Ja. Maar... ja, als je eigenlijk normaal doet, want eigenlijk doe ik normaal, maar ook weer gek, hè? Want die grote meneer met die lange haren, die zingt gekke liedjes. En die beweegt gek en die doet gekke stemmetjes. En dan zeg je altijd, hé, katje. Hoi, Kees Kleibeuk, hè? Luisteren, ouwe dimmers. Jij kan gek doen, jij kan gek doen. Jij bent lekker gek, zeggen ze dan. Ja. Ah, leuk, joh. Dat is heerlijk. Dat is leuk. Maar bijvoorbeeld dan in de chameleon of zo, dan ben je klaar en zeggen ze... Meneer, mag ik helpen opruimen? En zo lief, weet je wel. Dat nou, een volwassene zal nooit op het podium in het theater komen zeggen, mag ik helpen opruimen? Ja, maar dat is toch fantastisch. Dus lekker kan ik een sigaar roken, koffie drinken, die kinderen de boeren uit. Het is een soort gevoel van, het komt goed met de wereld. Dat is het misschien ook wel een beetje. Want kinderen willen het graag goed doen, hè. Lief voor dieren, lief voor andere mensen, spreken als ze spelen regels af. Dat is eigenlijk een heel... later gaat dat natuurlijk, komt die hebberigheid en misschien dat manifestatiedrang. Of ze komen in processen die moeilijk te ontwijken zijn. Van ja, ik moet nou eenmaal bij dat bedrijf gaan werken en dat moet mijn geld verdienen. En, terwijl je het misschien eigenlijk niet wil. En kinderen zijn onbevangen. Ja, die onbevangenheid, dat is mooi. En als je dat een beetje kunt bewaren, want er komt zoveel op je af. Zeker met al die berichten en in allerlei vormen. Dan moet je maar staande houden. Dat zie je nu helemaal. En de kinderen laten elkaar in ervaren. Terwijl, kunnen natuurlijk ook gewoon... ik wil mijn speelgoed terug. Ja, dat kunnen ze ook, ja. Maar dan vind ik ze minder leuk, hoor. Waar gaan we nu heen, joh? We gaan nu naar het oudste gebouw van Rotterdam. En Sander, wat is daar op je antwoord? Welk gebouw is dat? Laurenskerk. Ja! 108. De Laurenskerk. Ja, mooi hè? Wat heb je met de Laurenskerk? Nou, voor mij is het ook een symbool van toch blijven staan. Want ik hou van de oorlog. Nou, ik ben gefascineerd door de oorlog. Kijk, hier heb je dan nieuw en oud. Ja. En zij is blijven staan. Natuurlijk, hè, de keyfoto's, de karkas. En het heeft heel lang geduurd voordat je opgebouwd is. Want er was geen geld. Maar het is een soort symbool. Vanaf 1450 of
80 hebben ze dat ding al gebouwd. Het heeft heel lang geduurd voordat hij er kwam. We krijgen hem dus ook niet weg. Vind ik ook. Ik ben niet kerkelijk, maar ik vind het prachtig gewoon. Het is heel mooi. Kijk man. Maar er is nog een reden dat je veel met de kerk hebt. Ja, hier was de uitvaart van mijn vader in 2001. Dat had hij geregeld, want hij was goed met taco, geloof ik, de dominee. En hij was wel een showmannetje, dus hij had er wel een showtje van gemaakt. Had hij allemaal geregeld van had tevoren? Had hij helemaal geregeld van tevoren. Vond ik toch wel leuk. Voor mij was het druk hoor, om de honderden mensen te helpen. Zelf ken je niet. Wie zijn dat, weet je hoor. Het was bizar, ik was erbij. Ja, ik was erbij natuurlijk. Het was echt bizar, ja. Zoveel mensen in de kerk. Dat was niet normaal. Nee. Hoe was het om je vader te verliezen? Eigenlijk heel natuurlijk. Dat klinkt stom, maar toen hij ook ziek was... Jongens, het is niet best. Nog een paar maanden, we gaan er wat moois maken. En dan verder geen zeik, weet je wel. En tot het laatste moment ligt die geintjes te maken. Want op een gegeven moment stonden we met z'n allen onze bed. En mijn broer is de dokter, die zei... Nou, jongens, voor... Wacht even. Pa, wat zeg je, pa? Ik heb een visioen. Dus wij allemaal, hè? Wat is dit? Wat vind je visioen? Koud biertje. Dat is mijn zus, mijn ene zus die zegt. Maar dat is hartstikke slecht voor je. Mijn broer zegt, hij ligt op sterven. Hij heeft nog maar slokken genomen. Dat is toch hilarisch. Ja, en zo stond hij in leven. Ja jongens, you come and go. En ik vond het alleen gek om zijn nummer uit de telefoon te wissen. Dat je zegt, die heb ik niet meer nodig. Ja. Dat is even gek. En natuurlijk, Pim Fortuyn was die tijd, de gebouwen in New York. We praten vaak over dat soort dingen in de wereld. Tuurlijk. En hij wist veel, van de oorlog en zo ook. En ik had nog graag willen weten, welk kamp had jij dan gezeten? Hij hield niet van Oehoe-lijm, want hij had in die Oehoe-fabrieken gewerkt, weet je wel. Oh ja? Dus hij kwam bij ons de deur niet in. Oehoe-lijm? Geen Oehoe-lijm. Maar dat wilde ik weten waar hij dan had gezeten, maar dat zei hij dan niet. Dat had ik nog wel leuk gevonden. Ja. En ook een complexe man hoor. Ja, hey, dat maakt niet uit. Dus, wat mis je het meest aan hem? Nou, dat je een soort speel bent. Dat je ziet dat iedereen zijn vader nodig heeft. Je broertjes, zussen, ja. De kleinkinderen. En dat die veel mensen betekent. Hij deed ook voor veel mensen. Dat hoor ik altijd. Jij vader, verdomme, onze kinderen hebben spraaklessen geregeld. En bij onze amateurs heeft hij dat gedaan. En hij kocht alle schilderijen bij die. Vind ik altijd leuk om te horen. Dus zetten ze ook veel in. Ja. Grappig gehad. En we konden ontzettend lachen natuurlijk. En hij relativeerde ook veel. Dat zit een beetje in de Lutse kant ook natuurlijk. Hey, het zijn allemaal 80 liter water met een naam erop. Toch? Ja, zo is het. Hoe heb je afscheid genomen van je vader? Op een gegeven moment zit je dan te wachten met z'n allen. Dat toch iemand eigenlijk zijn laatste adem uitblaast. En dan... mijn broer was de dokter. Ik zei, ja, nee jongens, is dat gebeurd? En toen heb ik even 5 minuten onwijs hard zitten huilen op de schouder van mijn zus. En toen... Ging me even verder. Ja, oké, jongens. Ja, mijn zus is gewoon aanpakken, hè. Moeten dingen gebeuren. Zeg ik tegen mijn broer, zullen we even wat te eten halen? Ik heb wel honger. Dan sta je een half uur later in de appie. Hou jij van gorgonzola of een beetje van de oude Hollandse? Ja, doe allebei maar, joh. Ja, wat voor toosjes, Peet? Weet je, dan gaat het weer door. Het leven dan gaat door dan. Dat natuurlijk wel indalen, maar ja. Op dat moment is dat natuurlijk... En dat huilen is ook heel bevrijdend. Want wij zijn niet van die huilers. Maar soms is het wel lekker om het even dan te laten gaan. Hoe kijk je nu om terug? Ja, je leert natuurlijk, dat is 20 jaar geleden, dus je gaat dat natuurlijk in perspectief plaatsen. Het is ook geen heilig hoor, veel mensen, oh fantastisch, het is ook een mens. Maar wel een leuke familie. De Lutsen waren toch lief ook, want het is natuurlijk allemaal hemelen. Lieve mensen. En ook allemaal gewoon ook tobben, weet je wel. Spelen op tv en populaire broers, maar ook allemaal tobben in het leven. Joh. Waar tobben die mee? Nou, met heel veel dingen, met de liefde, met werk, met verantwoordelijkheid soms en gedoe. Het is ook een hoop gedoe, hè. Maar ik vind het leven niet zoveel gedoe als je gewoon... ik ben blij geboren. Ja. Dus misschien dat ook wel helpt. Hey, mooi man. Ik heb genoten van je. Heb je nog een leuke uitsmijter? Nou, ik heb speciaal een nummer. Maar ik dacht, deze dag die gaat een keer komen. Wat, voor Gerse Gast een speciaal nummer? Echt, hè? Er zijn plaatsen waar ik aan terugdenk. Die vaak niet meer hetzelfde zijn. Soms nog wel en soms verdwenen. De herinnering is altijd fijn. Al die plekken hadden dierbare momenten. Met meisjes en vriend. Ik denk er vaak aan. Die nog hier of ergens anders. Maar heel mijn leven is. Oh,
Schitterend. Oude dibbes. En nou naar de kloten. Ja.